Een hele goede avond. Goed dat je kijkt. We gaan straks beginnen over 5 minuten met de online meetup waar we de kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezing 2021 aan jullie bekend gaan maken. Over 5 minuten gaan we beginnen. Pak nog even wat te drinken. Zorg dat je lekker zit en we zien je over 5 minuten.
Een hele goede avond en goed dat je kijkt. Van harte welkom bij de digitale meet-up hier live vanuit Almere. We gaan een hele mooie avond van maken. Je bent niet alleen, want er kijken duizenden mensen met je mee. En mijn naam is Andries, ik mag vandaag het hele programma aan elkaar praten. En wat al goed is om te weten van tevoren is, morgen staat deze hele uitzending op YouTube, op het YouTube-account van GroenLinks, ondertiteld en wel, en dan kan je het op je gemakje maar even terugkijken. Een hele goede avond. Nogmaals, goed dat je kijkt. We hebben een hele bijzondere avond voor de boeg. We gaan namelijk vanavond de 40 kandidaten bekendmaken die op de lijst gaan staan op het concept. De conceptlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen voor GroenLinks voor in 2021. En de nummer 1 is natuurlijk geen verrassing. 4 jaar geleden leidde hij een campagne, een grootse en zinderende campagne, waarmee GroenLinks de grootste overwinning ooit behaalde. Jesse, van harte welkom. Hey, en daar was je ook bij. Ja, daar was ik ook bij. Ja. Ja, Circle of Life, hè? Precies. Jij kent de lijst natuurlijk al, je hebt het al gezien. Ja. Zou je het nou in één zin kunnen samenvatten wat die lijst nou is? Volgens mij is deze lijst laat zien wat we in 2020 nodig hebben. Dit zijn de mensen die belichamen wat de moderne samenleving is. En die ga je straks allemaal op dit fantastische scherm zien. We zijn heel benieuwd, we gaan er een mooie avond van maken. Ja, succes. Dankjewel. Ik ben zelf in ieder geval heel benieuwd. Alle kandidaten zitten allemaal thuis klaar om zich straks aan jullie te presenteren. Maar we hadden het al even over de campagne van 4 jaar geleden. Laten we nog één keertje kijken hoe die campagne ook weer ging. Met trots presenteren wij vandaag de lijst met kandidaten, het Team voor Verandering 2021. En dat gaan we doen met een countdown. We gaan straks beginnen bij de nummer 40 op de lijst en zo tellen we langzaam naar de nummer 1. En al die kandidaten gaan op dit gigantische scherm achter mij verschijnen. En dus gedurende de avond zal het scherm zich vullen met de kandidaten voor de Tweede Kamer voor 2021. Ik heb heel veel zin in, dit is de lijst waarmee we het gaan doen. Maar voor we die lijst bekendmaken wil ik één iemand in het bijzonder van harte welkom heten. En dat is de voorzitter van GroenLinks, dat is Katinka Eikelboom. Dankjewel. Katinka, welkom. Leuk dat je er bent. Wat waren nou vanuit het partijbestuur jullie belangrijkste criteria bij het samenstellen van deze lijst? Ja, ik denk om te beginnen wat Jesse net eigenlijk ook al zei. Is wat wij heel belangrijk vinden dat dit een lijst is, een groep mensen is die past bij wat Nederland nu nodig heeft. Vooruitstrevend, progressief, veranderingsgezind. Dus dat om te beginnen hebben wij meegegeven. Wat we ook belangrijk vonden is dat deze lijst de diversiteit weerspiegelt van GroenLinks, van onze partij. De diversiteit ook van Nederland. En daarnaast, kijk, wij hebben de ambitie om te gaan regeren na de volgende verkiezingen. En ook dat heeft een rol gespeeld in het selectieproces, hè, voor deze lijst. Want deze mensen moeten straks de fractie gaan vormen die de steunpilaar is in het parlement voor een groen en progressief kabinet met GroenLinks. En nou ja, ook dat hebben we mee willen geven aan de kandidatencommissie. Ik ben heel benieuwd. Sinds januari is de kandidatencommissie al op zoek gegaan naar de mensen die deze idealen in de Tweede Kamer het allerbeste kunnen vertegenwoordigen. En via ons gigantische scherm is ook Henrike Karreman aanwezig. En zij krijgt als voorzitter van de kandidatencommissie krijgt zij de taak om de lijst samen te stellen. Henrike, hallo. Welkom. Hallo. Jullie zijn aan de slag gegaan met die voorwaarden die Katinka net opnoemde. En was er wel genoeg talent te vinden die aan deze criteria voldeed? Zeker. Ik denk dat we een enorme luxe hadden als kandidaatcommissie, omdat we zoveel talent hadden om uit te kiezen. We hadden de lijst wel 2 keer kunnen vullen. En we zijn streng geweest, want we hebben gezegd, iedereen die op die lijst komt, moet direct de Kamer in kunnen. En dan nog hadden we heel erg veel keuze. En dat is natuurlijk fijn. Maar het heeft ook een keerzijde, want het betekent ook dat je een heleboel mensen moet teleurstellen gedurende het proces. Na de briefselectie vallen er al mensen af en na iedere gespreksronde vallen er weer mensen af. Mensen komen iets lager op de lijst dan ze misschien gehoopt hadden. Dus aan de ene kant, ja, we hadden heel veel talent om uit te kiezen. En dat was voor ons een luxe. En daar hebben we een hele mooie lijst mee kunnen maken, maar dat heeft ook voor mensen af en toe wel een teleurstelling betekend. En kan je alvast een klein tipje van de sluier oplichten wat we vanavond kunnen verwachten? Ik ga natuurlijk niet te veel verklappen. Maar ik kan zeggen, 60% van de lijst bestaat uit vrouwen. GroenLinks heeft nog nooit eerder zo'n jonge kandidatenlijst gepresenteerd. 40% van de mensen op de lijst is onder de 40. En nou, wat wil ik er nog meer over zeggen? In de top 10 heeft,
is de helft klimaatexpert. Dus ik denk dat we met deze lijst heel goed uitdrukken wat GroenLinks belangrijk vindt. We gaan het meemaken vanavond, dankjewel. Katinka, dit is natuurlijk een conceptlijst die we vanavond gaan presenteren. Wat zijn nou de stappen die hierna volgen? Ja, dat klopt. Dit is de conceptlijst die de kandidatencommissie voorlegt aan de leden. Mm-hmm. En zoals het een goede democratische politieke partij betaamt, hebben de leden het laatste woord. Dus die moeten deze lijst nog vaststellen. En dat gaat gebeuren in een ledenreferendum. En van 14 tot 28 november kunnen leden online hun stem uitbrengen. En op die manier hopen we op 30 november de definitieve lijst te hebben voor de Tweede Kamerverkiezingen. Heel goed. Nou, ik zei het net inderdaad al even, we hadden 4 jaar geleden een mooie campagne. Maar laten we hier gaan kijken naar hoe die campagne ook weer ging 4 jaar geleden. Ja, achter mij is een gigantisch scherm. Jullie hebben het gezien. Ik moet even kijken waar ik ben. Daar ben ik. Hallo. Achter mij hebben we een gigantisch scherm. Jullie zien het. En de kandidaten zitten dus klaar van het huis. Ik ga 1 voor 1 de kandidaten heel kort aan jullie voorstellen. We beginnen straks met de nummer 40 van de lijst. En we werken onze weg naar boven toe. Het zal allemaal een beetje snel gaan. Maar als jullie dan meer willen weten over wie deze mensen zijn. Er zal een heel korte bio in de beeld verschijnen. Maar jullie kunnen altijd kijken op groenlinks.nl. En dan komen de kandidaten natuurlijk met een uitgebreid profiel online. Dan gaan we er echt aan beginnen. We gaan beginnen bij de nummer 40. En helemaal op nummer 40 staat Mohamed Amesas. Mohamed, hallo, goed je te zien. Je moet jezelf volgens mij nog eventjes van mute afhalen en dan kunnen we jou ook horen. Ja. Ik hoor je heel goed. Komt-ie, ja. Jij komt uit Gouda, je bent daar raadslid. Wat is nou het moment waarop jij dacht van nou, ik ga mezelf verkiesbaar stellen voor de Tweede Kamer? Ja, mijn triggerfactor was eigenlijk de uitspraak van Mark Rutte in de beginfase van de coronacrisis. Die wou in de beginfase in gesprek gaan met een aantal groepen jongeren. En ik vind zijn uitspraak in principe heel selectief. En ik denk bij mezelf, dan heeft hij eigenlijk geen oog voor andere jongeren. Jongeren die moeite hebben in onze samenleving, de complexiteit van onze samenleving. Jongeren met groot afstand op de arbeidsmarkt. Maar ook jongeren die vanwege hun achternaam niet in aanmerking komen voor een stageplekje. Of jongeren die dagelijks aan het knokken tegen de klimaatverandering. Dan denk ik bij mezelf, ja, dan ben je eigenlijk een premier niet voor alle jongeren in Nederland. Nou, dat is een heel... Voor mijn positie, ik ben voorzitter van Landelijk Beroepsver... Ja, ja, maak je zin vooral af. Beroepsvereniging. Ja. En ja, de communicatie loopt niet goed, denk ik. Ja, het is altijd lastig natuurlijk. We hadden het liever live gedaan, maar we gaan het natuurlijk bij deze via Zoom doen. Ja, ja, dat snap ik. Als voorzitter van een Landelijk Beroepsvereniging voor Kinder- en Jongwerk in Nederland heb ik initiatief genomen, natuurlijk met andere organisaties, om een serie van online bijeenkomsten te organiseren voor de jongwerkers in Nederland. Resultaten waren geweldig. Ruim 750 jongwerkers hebben wij bereikt en de jongwerkers hebben nog gesprek gevoerd op lokaal niveau met de jongeren. En ik denk bij mezelf, als je politieke betrokkenheid van jongeren echt waarmaken, dan moet je beginnen met diversiteit, ja, inclusiviteit en breder maken en structuren. Heel goed. Nou, we gaan nog heel veel van je meemaken en van je horen de komende tijd. Dankjewel, Mohamed. En we gaan door met de nummer 39 op de lijst. En dat is Tara Skelly. Tara, hallo. Welkom in de studio. Jij groeide op tussen 2 culturen. Hoe heeft dat nou bijgedragen aan jouw streven naar een eerlijke verdeling, naar rechtvaardigheid en naar gelijke kansen? Ja, aan de ene kant heeft het denk ik mijn horizon verbreed. Mm-hmm. Maar aan de andere kant heb ik daardoor ook wel gezien dat gelijke kansen niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. En ik denk inderdaad dat die twee dingen wel hebben bijgedragen aan het feit waarom ik nu in mijn werk en in de politiek mee inzet voor een eerlijke, rechtvaardige samenleving. Of het nu gaat om eerlijke handel, een humane asielbeleid of gelijke kansen in het onderwijs. Voor mij staan mensenrechten altijd wel centraal. Heel goed. Nou, we zijn heel benieuwd naar al je plannen de komende tijd. Leuk je te ontmoeten. Dan gaan we naar de nummer 38 op de lijst. En dat is Yasmina Elahi. Yasmina, hallo. Wat geeft jou nou hoop in Nederland? Ja, wat geeft me hoop? Ik zie in Nederland een steeds grotere bewustwording ten aanzien van duurzaamheid, mm-hmm, verbinding en zorg voor elkaar. Dat was er voor onze GroenLinks-kiezer altijd al. Maar met name de coronacrisis heeft deze bewustwording versterkt in een bredere laag van de samenleving. Ik bedoel, mensen zijn noodgedwongen thuis.
Maar dat had wel als effect dat ons leefomgeving schoner werd. En men zich steeds bewust van werd van een schone omgeving. En het belang van sociale relaties, van zorg en van onderwijs. En ook heb ik hoop voor de positie van minderheidsgroepen in het land. De bewustwording van het recht hebben op een gelijkwaardige positie. Ja, dat is sterker dan ooit. Denk maar aan de massale bijeenkomsten van BLM. Maar ook mensen met een beperking en mensen met de islamitische achtergrond laten van zich horen. En voor mij is dat emancipatie. Dus voor mij zijn we op meerdere vlakken op een kantelpunt beland. Mm-hmm. En dat geeft hoop. Ja. Fijn om te horen. Maar mijn hoop is nu ook dat leiderschap niet meer alleen maar reactief is, maar ook geïnspireerd zal zijn. En dat het vooruit ziet. Zodat we echt met elkaar op deze kantelpunten een echte omwenteling kunnen bewerkstelligen. Heel goed. Dankjewel voor je verhaal. Heel goed. Gaan we naar de nummer 37 op de lijst. En dat is Colin Kok. Colin, hallo. Je hebt wel eens verteld dat je politiek actief bent geworden omdat je een boek van Jesse hebt gelezen. Nou ben ik wel benieuwd. Wat was dan hetgeen in dat boek waardoor je politiek actief wilde worden? Nou, dat boek wat ik heb gelezen, dat is De Mythe van het Economisme. En ik en Jesse hebben gewoon heel veel raakvlakken als het aankomt op onze opvoeding. Mijn moeder heeft mij ook praktisch, onze broers ook alleen opgevoed. Mm. Mijn band met mijn oma was ook altijd heel sterk. Dus nou, dat schepte een soort van band. Maar wat mij vooral aansprak in het boek was het feit dat je niet hoog opgeleid hoeft te zijn om de politiek in te gaan. En wat ik vooral heel veel nog om me heen zie en hoor, is dat ook jongeren, maar ook mensen in mijn leeftijdscategorie, de 30-plussers, die mbo opgeleid zijn, dat die de stap niet durven of kunnen of willen maken. Omdat ze denken dat het niet voor hen is weggelegd. En dat is voor mij een reden geweest om te zeggen van, nou, ik ga de politiek in. 4 jaar geleden gedaan en kijk waar ik nu zit. En ik ben een mbo'er en ik ben een trotse GroenLinkser. En ik ga er gewoon voor zorgen dat alle mbo'ers in mijn regio, en dat is het mooie Twente, de komende 4 jaar een stem krijgen in Den Haag. Heel goed. Goed om te horen. Dankjewel, Colin. Dan op nummertje 36 staat Melody Deljufart. Melody, hallo. Je hebt een achtergrond als kunstenaar, begreep ik. Maar je bent ondertussen al op verschillende manieren actief geweest voor GroenLinks. Je bent raadslid geweest. Je bent partijbestuurslid geweest. Vanwaar nou die switch tussen kunst en politiek? Ik maak maatschappelijk betrokken kunst. Mm-hmm. Ik ben op mijn 15e gevlucht uit Iran. En blij dat ik nu in een democratisch land woon, waar ook ik mee mag doen in de politiek. En ik zit vandaag hier met een bagage vol levenservaringen. Gestreden vanuit achterstandswijken van Heerlen naar dit moment. En inmiddels inderdaad heb ik daarnaast met dank aan GroenLinks ook veel politieke ervaringen op zak. En ik strijd voor gelijke kansen voor ZZP-kunstenaars die onder armoedegrens leven. Voor mbo-jongeren die keer op keer afgewezen worden voor een stageplek. Voor jonge vluchtelingen die hier opgroeien maar voorbeelden missen. En daarmee de hoop dat zij ook ooit een politica kunnen worden. En voor al deze mensen sta ik hier vandaag. En we willen niet dat er alleen over ons gepraat wordt. We willen meedoen, ons perspectief delen in de landelijke arena. Want ja, politiek is van ons allemaal. Supermooi, dankjewel Melody, te gek. Dan op nummer 35 hebben wij Martine Doppen. Martine, hallo, welkom in de studio. Jij bent de oudste zorgmedewerker. Wat denk jij nou dat er beter kan in de zorg? Ik denk dat er een hele hoop beter kan in de zorg. En we kunnen dat allemaal in één keer beter maken door de marktwerking uit de zorg te halen. Daardoor gaat er meer regie en meer geld naar de mensen. En gaat er minder regie en geld naar de farmaceutische industrie en de zorgverzekeraar. Ik heb zelf heel lang in de thuiszorg gewerkt. En dat is ook al een goed voorbeeld van hoe het ook zou kunnen. Ik werkte daarvoor Harry. Harry die kreeg, die zijn zorg werd betaald met het persoonsgebonden budget. En daardoor konden de kinderen van Harry zelf kiezen wie er bij hem over de vloer kwamen. En dat was heel belangrijk voor hem, want hij had Alzheimer. En zo kreeg hij continu dezelfde gezichten over de vloer. En door meer bijvoorbeeld zorg te leveren vanuit een persoonsgebonden budget, kun je veel meer persoonlijke zorg krijgen. En zo kon Harry bijvoorbeeld veel langer thuis blijven wonen. Dus op deze manier hoop ik dat er veel meer zorg in Nederland gegeven kan worden. En ik hoop het met je mee. Dankjewel. Dan op nummer 34 hebben wij Milka Yemane. Hallo Milka, welkom in de studio. Waar strijd jij voor? Je moet jezelf even nog van mute halen en dan kunnen we je verstaan. En ik vroeg aan jou waar jij voor strijdt.
Ja, dankjewel. Ik strijd voor humaan migratiebeleid en effectief inburgeringsbeleid, zodat vluchtelingen een eerlijke kans krijgen om deel te nemen hier aan de Nederlandse samenleving. Dat is ook de reden waarom ik zelf 5 jaar geleden een stichting heb opgericht die opkomt voor de belangen en rechten van vluchtelingen. Ook strijd ik voor eerlijke en rechtvaardige ontwikkelingssamenwerking en eerlijke handel, waarbij multinationals hun verantwoordelijkheden nemen en waarbij we ook strijden en werken aan eerlijke mijnbouw, wat groei en ontwikkeling creëert voor de lokale bevolking. En last but zeker not least strijd ik als trotse Afrikaanse Eritrese Nederlander voor een nog mooier Nederland, waar representatie van diversiteit en kleur in alle lagen te vinden is en waar er eigenlijk geen ruimte is voor institutioneel racisme. Mooi gezegd, dankjewel. Dan gaan we naar nummertje 33, een hele bijzondere, dat is Romano Boshoven. Romano, jij bent namelijk onze jongste kandidaat. Je hebt eerder Jesse ontmoet bij RTL Late Night, bij Humberto Tan. En mede daardoor, begreep ik, ben jij geïnspireerd geraakt om nu de politiek in te gaan. Waarom was dat precies? Hey, goedenavond. Ja, nee, zeker. Op zich was dat moment natuurlijk ook het moment dat ik me realiseerde dat de politiek helemaal niet zo ver van je afstaat als wat er wel eens lijkt, hè? En daarna ben ik in contact geweest met zoveel GroenLinksers die mij het vertrouwen gaven, hè, dat ik zelf mee kan helpen om het verschil te maken wat we allemaal zo belangrijk vinden. Dat doe ik nu een paar jaar als fractievoorzitter in de gemeenteraad van Hardenberg. Daar ben ik trouwens ook het jongste lid, dus dat ben ik gewend. En dat ga ik dus nu doen als kandidaat Kamerlid. Dus ben ik heel blij mee, supermooi. Ja, goed, nou heel veel succes de komende periode. Dan op nummertje 32, Pepijn Zwanenberg. Pepijn, hallo, welkom. Je strijdt onder andere voor de rechten van meer oudergezinnen. Waarom zijn die rechten zo belangrijk voor jou? En dat zal ik je gaan vertellen. Dat komt omdat ik samen met mijn vriend vader ben van onze fantastische dochter Kate. En die voeden we op in co-ouderschap samen met de moeder. Wij zijn dus een regenbooggezin. Het erge is alleen dat voor de Nederlandse wet een kind eigenlijk nog steeds maar maximaal 2 juridische ouders kan hebben. Terwijl er wel steeds meer gezinnen zijn zoals wij. En doordat de wet hierop achterloopt, betekent dat dat mijn partner emotioneel natuurlijk alles is voor onze dochter, maar voor de wet helemaal niks. En daarom strijd ik voor gelijke recht voor meer ouderschap, want Kate, onze dochter, heeft namelijk 2 papa's en 1 mama. En ik vind dat de hoogste tijd wordt dat dat goed geregeld gaat worden. En niet alleen voor ons, maar natuurlijk voor elk regenbooggezin in Nederland. Mooi gezegd, helemaal mee eens. Dankjewel Pepijn. Dan op nummer 31 hebben wij Hilde Niesen. Hallo Hilde. Hilde, ja, goedenavond. Hoe kan dat nou? Hoe kan je nou als kind uit een, wat ik me heb laten vertellen, een klassiek rood nest in Groningen nou uiteindelijk bij GroenLinks terechtkomen? Ja, nou dat rode nest, daar ben ik wel echt trots op hoor. Want die arbeidersbeweging die bestond uit gewone mensen, arme mensen ook. En mijn grootouders die hebben echt keihard gewerkt om hun kinderen een opleiding te geven. En ik was zelf een jongere in de jaren 80, in de tijd van de kernwapendemonstraties. En ook toen stond de natuur al onder druk, milieuvervuiling, zure regen had je toen. En ik zag dat we echt anders met die wereld om moeten gaan. En die omslag die komt er nu wel echt aan. En dit is ook wel de hoogste tijd. Maar de toekomst is dus groen en ik ben heel blij om daar een onderdeel van te zijn. En ja, dat rode nest van mij, dat hoort daar natuurlijk ook bij. Want de groene toekomst die moet er ook voor iedereen zijn. Helemaal mee eens, dankjewel. Dan gaan we naar nummer 30. Ja, de muur begint zich langzaam al te vullen. Op nummer 30 staat Imran Heider. Imran, jij bent advocaat op de Zuidas. Waarom maak je nou de overstap naar de politiek? Ja, dankjewel. Ik wil die overstap maken omdat we een overheid, een regering nodig hebben die beschermt, die ons verder helpt, maar ook een overheid die zich aan zijn eigen regels houdt. En dat gebeurt niet altijd. Denk maar aan de stikstofzaken, aan de kinderopvang, toeslagaffaire. En natuurlijk aan de agendazaak over de aanpak van de klimaatcrisis. En ik sta voor rechtvaardigheid voor iedereen, maar dan moet de overheid echt het goede voorbeeld geven. En voor die verandering wil ik zorgen. Mooi, nou fijn dat we een juridisch zwaargewicht aan boord hebben. Dankjewel. Dan op plek 29 hebben wij Astrid Jansen. Astrid, welkom in de studio. Jij bent opgegroeid in mijn gebied onder de rook van DSM. Hoe heeft dat impact gehad op jouw klimaatvisie? Nou, ik zag als kind akkers, weilanden en natuur veranderen in schoorstenen, fabrieken en koeltorens.
En in dat landschap, daar stond een groot bord en daar stond op Graatheide Groen. En dat bord, dat leerde mij dat die fabrieken, die hoeven ons niet te overkomen. Dat is een keus. En die keuze kunnen we zelf maken. Je kan er dus ook voor kiezen om het anders te doen. En volgens mij moeten wij ervoor gaan zorgen dat we er echt goed over nadenken. Hoe gaan we met onze wereld om? Hoe willen wij dat, dat onze toekomst eruit ziet? Want als je eenmaal die fabrieken daar hebt staan, ja, dat blijft gewoon heel lang in ons landschap. Daar blijven we heel lang de gevolgen van merken. Dus we zijn het volgens mij aan onszelf en aan onze kinderen verplicht om dat bord Graatheide Groen in ons achterhoofd te houden. Mooi gezegd. Dankjewel, Astrid. Dan op plek 28 hebben wij Samir Toep. Samir, welkom in de studio. Wat heeft jouw ervaring in het sociale welzijn binnen wijken, hè, dat is jouw achtergrond, en nou geleerd over rechtvaardigheid en eerlijkheid? Ja, wat ik vooral geleerd heb is dat rechtvaardigheid en eerlijkheid, dat je dat vooral bereikt met verbinding en dialoog, en niet via polarisatie. Mm-hmm. Omdat ik denk dat er niet één waarheid is. En dat betekent dat je vooral ook naar elkaar moet luisteren daarvoor. En in de verschillende rollen die ik bekleed heb in het verleden, maar ook nu, voor in de raad in Eindhoven, maar ook in de maatschappelijke opvang, daar pak ik daar mijn rol in. Ja, goed, dankjewel en veel succes de komende periode. Dan op nummer 27 hebben wij Dorrit de Jong. Dorrit, jij schreef iets heel bijzonders in jouw bio. Je schreef dat je wil knokken voor wat kwetsbaar is. Prachtige zin. Maar wat zie je nou op dit moment als het meest kwetsbare in Nederland? Ja, goedenavond. Ja, het is natuurlijk een zin die veel GroenLinks bekend voor zal komen, maar dat is echt mijn motivatie. Ik denk op dit moment is de meest kwetsbare groep in ons land vanwege de coronacrisis, dat zijn de dak- en thuislozen. Het aantal daklozen is verdubbeld in Nederland de afgelopen 10 jaar. De woningmarkt is enorm duur en enorm onzeker. Dus we zien steeds meer dat ook mensen die gewoon een baan hebben, die kunnen dakloos worden. En dat zie ik hier letterlijk op de straten in Amsterdam, waar ik raadslid ben. En juist door de coronacrisis, die maakt dit extra duidelijk. Omdat de overheid zegt, je moet er allemaal thuis blijven. Maar wat moeten mensen die geen thuis hebben? Nou, dat vind ik echt iets om voor te strijden als GroenLinks. Heel goed, dankjewel. Dan op nummer 26 hebben wij Mark Brakel. Mark, hallo, welkom in de studio. Leuk overruimte, een beetje hetzelfde als de mijne. Jij noemt jezelf overtuigd feminist. Wat moet er dan gebeuren in Nederland op het gebied van emancipatie? Ik noem mezelf feminist omdat ik geloof in gelijkheid en in mensenrechten. Ik heb de afgelopen jaren als diplomaat gewerkt. En toen heb ik met succes campagne gevoerd voor meer vrouwelijke ambassadeurs namens Nederland in de wereld. Ik denk dat er heel veel moet gebeuren voor emancipatie in Nederland. Vrouwen worden nog steeds minder betaald dan mannen bijvoorbeeld voor hetzelfde werk. Maar wat voor mij het allerbelangrijkste is dat er geboorteverlof komt voor vaders en voor meer ouders. Dat is nu een week en in het GroenLinks verkiezingsprogramma staat dat 3 weken moet worden. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. Heel top, dankjewel voor je toelichting. Ja, het tempo ligt hoog, we gaan er hard doorheen. Dat waren al kandidaten nummertje 40 tot en met 26 en we zijn zo bij je terug. De mens is geweldig. De mens zit vol met ideeën. Zoals dit of dit. We zijn naar de maan gevlogen. We kunnen andere mensen beter maken. We kunnen diep in de aarde boren naar grondstoffen en die dan verbranden om onze hele samenleving op te laten... Wacht, stop. Soms blijkt een idee achteraf toch geen goed idee. Dieren sterven uit, de Noordpool smelt, de natuur verdwijnt. Het is nu tijd voor betere ideeën. We moeten onze samenleving duurzaam maken, zodat de natuur zich kan herstellen en de planeet bewoonbaar blijft. Voor ons en alle toekomstige generaties. Dat kunnen we. Want de mens is geweldig. Ja, en langzaam begint het scherm zich echt te vullen. Ik weet niet of jullie vroeger Get the Picture hebben gezien. Daar doet het me een beetje aan denken. We gaan kijken of we het plaatje verder kunnen invullen. En met de nummers 25 tot en met 11. En op 25 hebben wij Hagar Royakkers. Hagar, hallo. Je bent de fractievoorzitter van de Provinciale Staten van Brabant. En je bent genomineerd als groenste politicus van Nederland. Waaraan heb je die nominatie nou verdiend? Ja, aan 2 dingen. Aan het stevig willen maken en het willen verbinden van onze mooie, maar ook kwetsbare natuur. Zodat we er met z'n allen nog meer van kunnen genieten. En zodat planten en diersoorten zich beter kunnen verspreiden. Dus een boost willen geven aan biodiversiteit.
En ten tweede strijd ik er vanuit de Brabantse Staten al 7 jaar voor om gezondheid echt op 1 te zetten. Om beter te meten en te kijken waar wij de vervuiling kunnen terugdringen. De vervuiling vanuit heel verschillende bronnen, die soms ook bij elkaar extra schade aanrichten. Aan natuur, maar ook aan onze eigen gezondheid. Aan onze longen, aan onze vaten. Nu met corona natuurlijk extra urgent. En ik zeg, schone lucht is een levensvoorwaarde. Ik knok ervoor dat dit ook in de toekomst bovenaan de agenda blijft staan. En wij knokken met je mee. Dankjewel. Dan hebben wij op nummertje 24 Serpil Ates. Serpil, hallo. Hoe denk je dat jouw achtergrond in het activisme jou nou vooruit gaat helpen in de Tweede Kamer straks? Hoe het mij persoonlijk vooruit gaat helpen, dat deed ik niet. Maar wat het de politiek oplevert, kan ik je nu vertellen. Ik ga de regering en de politiek weer in verbinding brengen met de grootstedelijke problemen. Activisme was voorheen een keuze, maar tegenwoordig is het de norm. Onlangs en nog hebben we gezien hoe dankzij activisme Trump is verslagen en Biden verkozen tot nieuw president. Ik ben hier om bruggen te bouwen, om verbinding te leggen en om oplossingen aan te dragen. Vanuit mijn ervaring als dochter van Koerdische vluchtelingen, activist en kritische socioloog zie ik dat ongelijkheid en uitsluiting onze samenleving aan het ontwrichten is. En dat de mensen die ons vertegenwoordiging het hardst nodig hebben, op dit moment geen stem hebben in de politiek. Zij verdienen een serieuze plek aan de onderhandelingstafel. Niet alleen voor henzelf, maar voor de geloofwaardigheid van onze democratie. Activisme betekent voor mij dus meer dan strijden voor verandering. Het gaat om vertegenwoordiging van alle groepen en dat maakt mij ook een politica. Heel goed. Ik wens je heel veel succes de komende tijd. Dan op nummertje 23 hebben wij Raya Alouani. Raya, je bent echt een local hero. Je bent onder andere gekozen tot Haarlemmer van het jaar. Waarom nou de overstap van de lokale politiek naar de landelijke politiek? En je moet jezelf heel eventjes van nieuw afhalen, zie ik. Want we zijn natuurlijk razend benieuwd wat je te vertellen hebt. Ja, dat blijven we natuurlijk altijd houden met de Zoom-verbindingen. Iedereen zal het kennen van het thuiswerken, dat er altijd één collega niet opnieuw staat. Ja, en daar ben je. Hallo, ja, Raya. Ik ben er. Trouwens, het is Raja. Raja, sorry, excuses. Ja, okay. Vanwaar de overstap naar de landelijke politiek? Ja, nou ja, goed. Ik ben eigenlijk al meer dan 26 jaar doe ik vrijwilligerswerk. En daarnaast ben ik al jaren actief in jeugdhulpverlening. Mm-hmm. En in al die jaren, zeg maar, ik doe het met veel. Het is dankbaar werk, het is prachtig werk. Je leert ontzettend veel en je ziet ook ontzettend veel. Maar je hebt ook te maken met alle kwetsbaren in onze samenleving. En je komt nogal veel tegen dat er allerlei wetgeving, regelgeving is die eigenlijk landelijk geregeld is en waar plaatselijk, ja, die het uitgevoerd moet worden plaatselijk, maar die de kwetsbaarder nog kwetsbaarder maakt. En ik sta heel erg, ik kan heel moeilijk tegen onrecht. En ik sta heel erg voor een leefbare eigenlijk samenleving voor iedereen. Dat is een belangrijke reden waarvoor, ja, ik heb gedacht, er zijn gewoon dingen die je niet kan regelen plaatselijk. Of die moet je echt landelijk aanpakken, zoals jeugdwerkloosheid. Participatiewet, schuldhulpverlening of schuldregelingen, zeg maar. Maar daarnaast nog een andere iets is dat ik mij heel erg erger aan een gepolariseerde sfeer waar we nu al een aantal jaar in leven. En voor beide redenen, zeg maar, dat zijn voor mij de drijfveren om de landelijke politiek in te gaan. Omdat ik geloof dat we hier iets mee kunnen of iets mee moeten. En misschien kan ik een bijdrage leveren. En ik denk dat GroenLinks heel belangrijk hierin is. Dat denk ik ook. Dankjewel, Raja. Dan hebben we op nummer 22 Tom Nieuwenhuizen. Tom, het motto, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dat is niet per se een gezegde waar jij het volgens mij mee eens bent, als ik het goed begrepen heb. Ik kan je eens vertellen waarom je dat gezegde niet meer vindt passen in de huidige samenleving? Nou ja, de optelsom van onze verschillen en ons juist niet normaal doen maakt onze samenleving mooier en interessanter. En als je diversiteit weet te vieren en weet te genieten van gek doen en niet normaal doen, dan wordt onze maatschappij echt een heel stuk mooier. En ik ben pas klaar in de politiek als iedereen zichzelf kan, mag en durft te zijn. En daarom wil ik heel graag door als Tweede Kamerlid. Heel goed, dankjewel. Op nummer 21 vinden wij terug Simeon Blom. Simeon, hallo, welkom. In je bio is te lezen dat jij de inspiratie om politiek en maatschappelijk actief te worden, dat ligt in jouw jeugd in de Amsterdamse Bijlmer. Wat zou je nou als Tweede Kamerlid willen betekenen voor die omgeving waar jij in bent opgegroeid? Ja, dankjewel voor die vraag. Ik denk dat het mensen zijn in vergelijkbare plaatsen in Nederland, die echt in het dagelijks leven de concentratie van ongelijkheid en sociale problemen het meest ervaren. En die mensen zijn voor mij een toonbeeld
van kracht en veerkracht. Ze doen het toch weer elke dag tegen de stroom in. En dat inspireert me. En ze werpen alle drempels van zich af. En ik denk en ik geloof echt dat we die vicieuze cirkel van ongelijkheid en sociale problemen, dat we die kunnen verbreken. En ik wil me graag ook inzetten om een echt gelijk speelveld te creëren, zodat iedereen zich kan inzetten voor een rechtvaardige Nederland en een systeem die mensen beschermt en versterkt. En de mensen in mijn omgeving waar ik ben opgegroeid, die willen maar één ding, en dat is herkenbaar, betrouwbaar, nieuw politiek leiderschap. Leiderschap die de kracht van verscheidenheid, inclusiviteit en diversiteit waardeert. En daar wil ik heel graag onderdeel van zijn. Mooi gezegd. Dankjewel, Simeon. Ja, we gaan straks naar de nummers 20 tot en met 10. Maar eerst natuurlijk weer even een klein tipje van de sluier. Ja, en als dit het Eurovisie Songfestival was geweest, dan was het nu langzaam zo, de spanning werd opgevoerd. En misschien is het ook wel zo. We gaan naar nummertje 20. En op nummer 20 staat Jeroen Postma. Hallo Jeroen. Jij bent schrijver van het verkiezingsprogramma. Wat zou je nou voor GroenLinks in de Tweede Kamer willen bereiken? Los van dat je jezelf even van mute af moet halen. Heel goed, dank je. Hallo Jeroen. Weet je, het voelt in deze coronatijd wel eens alsof we in de branding staan van een hele onstuimige zee, met de ene na de andere coronagolf die op ons afkomt rollen. Mm. En volgens mij zoeken we met z'n allen naar houvast. En als we nou over die coronagolven heen kijken, dan zien we een nog veel hogere golf van klimaatverandering en van sociale ongelijkheid op ons afkomen. En ik zie het als de taak van de politiek en daarmee de opdracht aan ons als GroenLinks, om grond onder onze voeten te vinden en om reddingsboten die zee op te sturen en om dijken te bouwen. En daarom ben ik als voorzitter van de programmacommissie ook zo ontzettend trots op ons verkiezingsprogramma, dat precies dat doet. Felgroen en overtuigend links. En ik zou daarom aan iedereen die vanavond kijkt, GroenLinks-lid of geen GroenLinks-lid, willen vragen. Als je gelooft in ons verhaal, laten we dan samen die nieuwe deltawerken, die deltawerken van de 21ste eeuw, gaan bouwen. En laten we GroenLinks groter maken dan ooit. Ja, goed. En dat verkiezingsprogramma is natuurlijk te lezen op groenlinks.nl. Dankjewel, Jeroen. Dan op nummer 19 ook een ervaren rot, Noortje Thijssen. Noortje, hallo. Jij bent ook ervaren binnen GroenLinks, hè? Specifieker als onderdeel van het wetenschappelijke bureau. Zijn er nou dingen die je aan die ervaring gaat hebben, die je mee gaat nemen straks in de Tweede Kamer? Jazeker. Volgens mij doe jij op de ervaring bij het wetenschappelijk bureau. Ja. Allereerst heb ik natuurlijk geleerd dat je eerst moet denken en dan moet doen. Ja. Maar dat heb ik niet alleen op het wetenschappelijk bureau geleerd. Dat heb ik überhaupt in het leven geleerd. Ja. En dat geldt zeker ook voor de politiek. En wat ik bij het wetenschappelijk bureau onder andere heb gedaan, is een proefschrift geschreven over de progressieve jaren 60. Het was een hele vrijzinnige tijd, 50 jaar geleden. Eigenlijk een tijd die heel erg bij GroenLinks past. En wat mij ontzettend verbaast, is dat nu, 50 jaar later, het nog steeds nodig is om voor die waarden en idealen op te komen en te strijden. Denk bijvoorbeeld aan de vrouwen en de homo en de antiracismebewegingen die in de jaren 60 groot werden. Die zijn nu nog steeds relevant en actueel. Als ik kijk naar de afgelopen jaren, heb ik de hashtag MeToo-beweging met interesse gevolgd. Maar ook de Black Lives Matter-beweging. En een paar dagen terug, en daar schrok ik wel van, las ik in de krant een stuk over homogenezing. Dat anno 2020 nog voorkomt, dat gaat me echt aan mijn hart. Dus ik wil de Kamer in. Ik wil het verschil maken voor mensen die zichzelf niet kunnen zijn door de omgeving waarin ze zitten of door het systeem waarin ze vastzitten. En ik wil ervoor zorgen dat ieder mens zichzelf kan zijn en gelijke kansen kan krijgen. Mooie missie. Dankjewel, Noortje. Dan op plek 18 hebben wij Stefanie Bennett. Stefanie, hallo, welkom in de studio. Je bent GZ-psycholoog. Hoe kijk je nou als GZ-psycholoog naar het huidige zorgstelsel en waarin denk je dat dat beter kan? Nou, toegankelijk en goede zorg is voor GroenLinks natuurlijk erg belangrijk.
Maar wat ik merk als gz-psycholoog is dat de zorg door de marktwerking heel traag en inefficiënt is. En Martine noemde dat net ook al. Er zijn hele lange wachtlijsten ontstaan. Hulpverleners zijn heel veel tijd kwijt aan de administratie. En die tijd die zou echter direct aan de cliënt of de patiënt besteed moeten worden. Dus dat is hartstikke zonde. En dat kunnen we bijvoorbeeld veranderen door zorgverzekeraars om te vormen tot publieke zorgfondsen. Zodat winstoogmerk wegvalt. En hierdoor hoeven zorgverleners en instellingen niet meer aan al die eisen van zorgverzekeraars te voldoen. En uiteindelijk kan er zo meer tijd worden besteed aan de directe zorg. Dat komt de kwaliteit van de zorg enorm ten goede. Maar dat maakt het werk ook heel veel prettiger voor al die mensen in de zorg. Dus daar wil ik onder andere voor strijden. Heel goed, dankjewel. Dan op nummer 17, een bekend gezicht, Nevin Özetuk. Hallo, leuk dat je er bent. Een ervaren Kamerlid met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Wat zijn nou de huidige trends in de samenleving waar jij het meeste zorgen over maakt? En dan moet ook jij je eventjes van mute afhalen, zie ik aan het rode icoontje. Ik ben heel benieuwd. Ja, hallo. Dat is gelukt. Dankjewel. Weet je, het is de afgelopen tijd het klimaat voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Die is helaas verhard en ook verslechterd. Ook in ons tolerant Nederland staan gendergelijkheid en vrouwenrechten, hardbevochten rechten, onder druk. Uitsluiting en discriminatie is helaas aan de orde van de dag. Ik wil ongelijkheid bestrijden en dat kan het beste door wetten en regels. Ik heb mij met hart en ziel de afgelopen tijd hiervoor ingezet en met resultaat. Zo is rechtsbescherming van transgender en intersexe personen opgenomen in de wet gelijke behandeling. Binnenkort is er de behandeling van ons initiatiefwetsvoorstel die een eind kan maken aan loondiscriminatie van vrouwen. Er zijn belangrijke stappen gezet in wijziging van onze grondwet om seksuele voorkeur en handicap in artikel 1 op te nemen. We moeten blijven vechten tegen opkomende conservatieve krachten. En strijd voor gelijkwaardigheid is niet af. Daarom wil ik de komende 4 jaar mij daarvoor inzetten en door blijven vechten, samen met jullie. Inderdaad, mooie resultaten en het smaakt zelfs naar meer. Dankjewel. Nummer 16 dan, dat is Danielle Heers. Hallo, welkom in de studio. Danielle, jij hebt heel veel buitenlandervaring. Jij komt uit de NGO-wereld. Jij zet je internationaal in voor een eerlijke en duurzame wereld en neemt dit nu dan straks mee naar Den Haag. Waarom de overstap naar de politiek en vooral waarom nu? Goedenavond. Ik heb de afgelopen 15 jaar met heel veel plezier vanuit de milieubeweging, met heel veel politici, gewerkt aan verduurzaming van het Nederlandse buitenlandbeleid. Maar ik vind het eigenlijk veel te langzaam gaan. Handelsland Nederland is een van de grootste exporteurs ter wereld, maar wuift de effecten die wij hebben op mens en milieu over onze grenzen heen heel erg gemakkelijk weg. Alsof we klein zijn. Maar we zijn dus helemaal niet zo klein. En onze fossiele export leidt tot groeiende klimaatverandering. We zijn nog steeds volop aan het handelen in producten die tot ontbossing leiden. En de handelsregels die wij met man en macht bevechten leiden ook tot grote problemen in Nederland. Bijvoorbeeld omdat ze de energietransitie tegenhouden. En ik ben ervan overtuigd dat Nederland met al zijn kapitaal, de kennis die we hebben, maar ook de contacten over de hele wereld, ook een positieve kracht in onze wereld kunnen zijn. En ik wil dus de Kamer in, ik wil nu de politiek in. Om het buitenlandbeleid groen en links te maken, zodat we met z'n allen kunnen bijdragen aan een mooiere en veiligere wereld. Nou, ik denk dat we allemaal dat doel delen. Dankjewel. Dan op nummer 15 hebben wij Geert Gabriels. Geert, hallo, welkom in de studio. Jij bent wethouder klimaat in Weert. Jij zegt te streven naar een ontspannen maatschappij. Wat is er nou volgens jou nodig voor een ontspannen maatschappij? Nou, wat ik vind dat nodig is voor een ontspannen maatschappij is dat er meer aandacht is voor ontmoeting en verbinding tussen mensen. En dat mensen ook gelijke kansen krijgen om zichzelf te kunnen zijn, maar ook om zich te ontwikkelen. Maar dat moet dan wel een maatschappij zijn die gericht is niet op, laten we zeggen, korte termijn gewin voor een enkeling, maar voor lange termijn echt welzijn voor iedereen. En ik streef ook heel erg naar meer nieuwsgierigheid naar elkaar, zodat je elkaar leert kennen, naar elkaar luistert. En dat je ook open staat voor elkaar. En wat ik dus eigenlijk vind is, als je vraagt wat is er nodig voor een ontspannen maatschappij, dan is er eigenlijk maar één antwoord op duidelijk. En dat is meer GroenLinks. Heel goed. Dankjewel, Geert. Dan op plek 14 hebben wij Laura Vissenberg. Hallo, Laura.
Je hebt gezegd dat de grootste ongelijkheid zit verscholen in de financiële en de fiscale regelgeving. Kan je ons vertellen wat je daar nou precies mee bedoelt? Ja, allereerst goede avond allemaal. En ik begrijp de vraag heel goed, want dat klinkt misschien een beetje abstract. Maar tegelijkertijd denk ik dat we het eigenlijk allemaal heel goed herkennen. Bijvoorbeeld als we nadenken over de woningmarkt. Dat is denk ik een van de terreinen waar het het meest zichtbaar is wat er gebeurt als in één keer iets waardevols, zoals een woning, een financieel beleggingsproduct wordt. En grote spelers, zoals banken of grote investeerdersfondsen, hele huizenblokken opkopen. Die natuurlijk niet beschikbaar stellen aan hen die heel hard een woning nodig hebben, maar juist de prijzen opstuwen en verkopen aan de hoogste bieder. Dan heb je het eigenlijk over speculatie en woningen. Waar niks aan is veranderd, die niet zijn opgeknapt of verduurzaamd, maar in één keer wel veel duurder worden. Mensen die een huis nodig hebben betalen en de winsten gaan naar de investeerders. En die blijven dan binnen ons financieel systeem ook nog eens heel vaak onbelast. Dat is denk ik een plek waar heel zichtbaar is hoe een financiële sector en ons financieel systeem ongelijkheid vergroot en mensen ook buitensluit. Dit is maar één voorbeeld. Ik kan er echt heel veel noemen, maar daar hebben we geen tijd voor. Maar ik denk als GroenLinks het bestrijden van ongelijkheid belangrijk vindt, en dat vinden we, dan moeten we echt aan de slag met de financiële sector. En dat wil ik heel graag doen. Heel goed. Dankjewel voor je verhaal. En dat als je meer wil weten over de kandidaten, dan kan je natuurlijk altijd op internet op groenlinks.nl straks gaan kijken voor nog uitgebreide profielen. En we zullen ook natuurlijk een hoop interviews en zo gaan doen de komende tijd. Dus geen zorgen als het allemaal wat snel gaat. Jullie gaan ze nog veel beter leren kennen. En wie we eerst gaan leren kennen is op nummertje 13, Andrew Harijgens. Dag Andrew. Jij begon je carrière als metaalbewerker. Daarna ben je doorgestroomd in politieke Brabantse carrière als wethouder in Bergen op Zoom. En nu sta je dus op nummer 13 van de lijst. En dat is om jouw praktische kijk en om je lokale ervaring van je politieke carrière mee te nemen naar Den Haag. Wanneer wist je nou precies, ik ben GroenLinks'er? En ik hoor jou nu nog niet, dus ik weet niet of jij op mute staat of dat er aan onze kant iets fout gaat. Maar... misschien kunnen we straks Irma Sluis hier tevoorschijn toveren die het voor je gaat liplezen. In de tussentijd horen jij nog niet. En je schijnt, hoor ik, in mijn oortje van de regie niet binnen te komen. Dus we gaan zorgen dat we van jou een uitgebreid profiel ook op groenlinks.nl zetten. En dan kunnen we van alles lezen over jouw lokale ervaring. In elk geval van harte welkom op de lijst en we zien elkaar snel. Op nummertje 12 hebben we Niels van den Bergen. Niels, dit is weer Andrew. Twee keer beeld, nul geluid. En als het goed is, hebben we Niels nu wel opgeluid. Hartstikke goed. Afgelopen jaar bleek jij, zoals het in de voetbal heet, een gouden wissel. Als politieke duizendpoot kan jij echt met elk dossier wel uit de voeten. Maar als jij echt moest kiezen, hè, en dat moet, kies je dan voor eerlijk delen, voor klimaat of voor verbinding? De kernwaarden van GroenLinks zijn we alle drie evenveel waard. Hè? Eerlijk delen, duurzaamheid en verbinding. Mm-hmm. Maar als je me vraagt, je moet echt kiezen, hè, want dat zeg je... Dan kies ik toch voor verbinding. Dat komt het meeste vanuit mijn tenen. En ik zal zeggen waarom. Ik ben deze maand precies 6 jaar getrouwd met een fantastische vrouw van kleur. En zij heeft mij laten zien wat racisme, discriminatie en uitsluiting met mensen doet. En ik weet dat wat haar overkomt, dat heel veel mensen in Nederland overkomt. En ik hoop dat wij op een dag samen kleurrijke kinderen zullen krijgen. En dan hoop ik dat ze opgroeien in een land waar je huidskleur, religie... En andere achtergronden, seksuele voorkeur, noem maar op. En niet te doen, maar waarin alleen je talenten tellen. En daarvoor wil ik knokken in de Tweede Kamer. Helder verhaal, dankjewel Niels. Dan nummer 11. Dat is April Ranshuizen. April, welkom. Jij bent de fractievoorzitter in Nijmegen, waar GroenLinks de grootste partij is. Toch even gezegd hebben. Hè? Wat denk jij dan dat er nodig is voor een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig mee kan doen? Ja, hoi Andries. Hallo. Waar het mij om gaat, is dat elk mens, dus waar je nou vandaan komt, hoe je eruit ziet of welke handicap je hebt, gelijkwaardig mee kan doen en dus ook gelijke kansen krijgt. En dat is nu gewoon niet zo. En dat zien en horen wij allemaal elke dag. Je leest het in de media, je hoort de verhalen om je heen. En wat nodig is, en dat weet ik ook uit eigen ervaring, is echt luisteren naar de mensen die hier zelf dagelijks mee te maken hebben. Want pas dan weet je namelijk... wat er echt in mensen hun leven speelt. Wat ze voelen, wat iemand doormaakt. Wat de impact is op je dagelijks leven. Hoe je iets ervaart. Maar ook wat anders moet, wat nodig is. En die verandering, dus het luisteren naar de mensen... en het betrekken van de mensen om wie het gaat... dat is wat nodig is en dat is waar ik voor sta. Helder, dankjewel April.
Ja, en we zijn aangekomen bij de top 10. En daar zitten, tussen die 10, zitten 6 klimaatexperts en ook nog 2 nieuwe binnenkomers. Superspannend. En laten we gaan kijken naar de laatste kandidaten. En op nummer 10 is dat Lisa Westerveld. Lisa, hallo. Lisa, hey, hallo. Hallo. Waar ben je nou het meeste trots op wat jij hebt bereikt de afgelopen periode voor de jongeren in Nederland? Nou, ik vind het altijd mooi als mensen aangeven dat ze zich door mij gehoord voelen. En ik heb in de afgelopen jaren geknokt voor beter onderwijs, voor betere jeugdzorg, voor jongeren met minder kansen. En zo heb ik bijvoorbeeld de hele Tweede Kamer achter ons voorstel gekregen om ieder jaar 26 miljoen te investeren in jeugdzorg. Juist in meer plekken voor jongeren met de meest ingewikkelde problemen. Voor de jongeren die nu wachtlijsten staan. En ja, soms heeft dat hele verdrietige gevolgen. En als het gaat om onderwijs heb ik met de SP een wet geschreven die voorkomt dat kinderen worden buitengesloten van schoolactiviteiten omdat ouders dat niet kunnen betalen. En dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch voor ons GroenLinksers, maar dat is echt niet makkelijk. Want die kansenongelijkheid die wordt ook door heel veel politieke partijen nog steeds ontkend. En juist die meest kwetsbare kinderen, die worden altijd vergeten. En gelukkig krijgen we steeds meer partijen achter onze voorstellen. Dat is keihard nodig. En daar zou ik heel graag nog 4 jaar mee willen doorgaan. Mooie overwinningen en inderdaad, smaak naar meer. Dankjewel, Lisa. Dan op 9, een nieuwe binnenkomer. Kouter Bouchalikt. Dag Kouter, hallo. Je bent een van de nieuwe gezichten, een van de 2 nieuwe gezichten in de top 10. Je bent een icoon uit de nieuwe klimaatgeneratie. Groen zit echt in jouw hart. Je bent een van de organisatoren van de klimaatdemonstratie afgelopen maart. En nu wil je dus voor GroenLinks de Kamer in. Waarom? Ja, nou misschien weet je nog dat het keihard regende tijdens de klimaatmars. En toch stonden we daar met tientallen duizenden. Een aantal maanden weer met de klimaatstaking die ik ook mee mocht organiseren. En dat geeft mij heel veel hoop en kracht. Want regen of niet, en of het nou makkelijk is of niet, we staan daar omdat we een groene toekomst willen. Omdat we niet langer kunnen wachten. Het is al lang niet meer 5 voor 12. En omdat we klimaatactie willen zien. En door daar te staan met zoveel, die te zien dat als de jeugd samenkomt, dat we echt niet te stoppen zijn. En dat verandering kan. En die energie, die hoop, die kracht, die wil ik heel graag meenemen naar de Tweede Kamer. En met iedereen die zich ook daarin gesterkt voelt. Zodat we echt die groene toekomst kunnen realiseren, eindelijk. Samen met iedereen die vindt dat de aanpak van de klimaatcrisis eerlijker en socialer kan. En vooral ook veel en veel sneller, alsjeblieft. Laten we dat met z'n allen gaan regelen. Helemaal met je eens, laten we dat gaan doen. Dankjewel. Dan op nummertje 8, de enige die er vanavond niet via Zoom bij is, dat is Paul Smulders. Paul werd als wethouder van Helmond, werd hij bestuurder van het jaar gekroond en zit nou al een tijdje voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Op dit moment is hij bezig in Den Haag voor de begrotingsonderhandeling, wonen. Oftewel, hij is super energiek en gedreven en kan er daardoor helaas vanavond niet bij zijn. Maar Paul Smulders staat bij ons op nummertje 8. Op nummer 7 hebben wij Suzanne Kreuger. En als het goed is, krijgen we die wel te zien. Hallo Suzanne. Nog een kandidaat met een groen hart. Hi. Je bent bekend van de strijd voor meer treinen, minder vliegen. De laatste tijd natuurlijk veel in het nieuws. En je hebt 4 jaar geleden heb jij de overstap gemaakt van Greenpeace naar de politiek. En je gaat nu op naar een tweede termijn. Dus volgens mij is dat dan goed bevallen, als ik het goed begrijp. Wat is nou volgens jou de invloed van de lobbymacht van de grote bedrijven op het klimaat? En vooral, hoe kunnen we dit tegengaan? Nou, ik heb in de afgelopen tijd gemerkt eigenlijk in heel veel dossiers dat grote bedrijven een gigantische vinger in de pap hebben in ons klimaat- en milieubeleid. En ik denk dan bijvoorbeeld aan Schiphol, de groei van de luchtvaart, weet je, de lobby die daarachter zit, de strijd om Lelystad Airport. En ik denk wat daar het allerbelangrijkste is om dat eigenlijk tegen te gaan, is dat we samen sterk zijn. Dat we samenwerken met bewonersgroepen, met milieuorganisaties, met al die mensen die echt een groen hart en een stevige groene stem in de Kamer willen horen. En dat is ook precies waarom ik heel erg blij ben en trots ben om weer op de lijst voorgedragen te zijn. En hoop ik echt weer 4 jaar knalgroen te knallen. En wij hopen dat ook. Dankjewel Suzanne. Dan op nummer 6 hebben wij staan onze grote financiële deskundige, namelijk Bart Snels. Dag Bart. Jij hebt een hele serie initiatiefwetten heb je op jouw naam staan inmiddels. Van de afgelopen 4 jaar. Op welke ben je nou het meeste trots? Ja, dat zijn eigenlijk best een moeilijke vraag. Eigenlijk ben ik er trots op dat ik iedere dag aan wetgeving mag doen namens de GroenLinks-kiezers. Want dat is toch een kerntaak van een Kamerlid. En toevallig behandelen we deze week het belastingplan in de Kamer. De grote fiscale wetgeving van het kabinet. En onderdeel daarvan is een wetgeving van mij die ervoor gaat zorgen dat grote bedrijven ook wat belasting gaan betalen. En in de wandelgangen noemen we dat de Shell-wet. Maar misschien ben ik nog wel meer trots op wat we in de wandelgangen de Unileverwet noemen.
die zorgt voor heel veel beroering in het bedrijfsleven, internationaal. En die zorgt ervoor dat grote bedrijven niet zomaar kunnen verhuizen zonder belasting te betalen. En die wet is politiek spannend, die is technisch zeer ingewikkeld, die is juridisch complex. Maar zou er zomaar voor kunnen zorgen dat Unilever in Nederland blijft. En een beetje dankzij jou dus, Bart. Dankjewel. Dan op nummertje 5, dat is onze hoogste nieuwe binnenkomer. En dat is Senna Matoeg. Senna, hallo. Welkom in de studio. Goedenavond. Hallo. Je bent een sociaal-economisch expert. Je hebt ervaring bij het ministerie van Financiën en bij de SER. Jij bent hiervoor, ben je vooral achter de schermen dus actief geweest. Waarom heb je nou besloten om de overstap te maken naar de politiek? Eerst even zwaaien naar alle toppe mensen achter jou op het scherm. Leuk jullie te zien. Ik ben echt aan het genieten. Van thuis heb ik meegekregen dat je je inzet voor het collectief. En dat heb ik altijd gedaan. Op school, in mijn wijk en in mijn stad, Leiden. En de afgelopen jaren, en zeker nu met corona, zie je de problemen opstapelen. En mijn overtuiging is dat de aankomende 10 jaar essentieel worden voor verandering. De aarde warmt op. Flexwerkers zijn niet beschermd. Bedrijven betalen minder belasting dan gewone mensen. En ik weet vanuit mijn werk als econoom bij de overheid dat de plek om dat te fixen het parlement is. En daar heb ik zin in met deze toplijst. En wij hebben er zin in met jou. Dankjewel. Dan op plek nummer 4 hebben wij Laura Bromet. Laura, hallo. Je bent er. Ja hoor, live on air. Niet schrikken. Laura, je hebt je al sterk ingezet voor de stikstofwet. Maar jouw visie op duurzaamheid is natuurlijk breder dan alleen het stikstofbeleid. Voor jou is opgeven geen optie. Wat betekent die houding nou voor jou als politica? Nou, als je een groen hart hebt, dan kun je wel eens moedeloos worden van al die nieuwsberichten die je krijgt over opwarmende aarde, smeltende ijskappen, ijsberen die hun leefgebied kwijtraken. Plastic wat in de oceanen terecht is gekomen, hele drijvende eilanden van plastic. Maar ook exotische dieren die uitsterven in verre landen. Maar ook dieren die in Nederland uitsterven, zoals bijvoorbeeld de grutto, een oer-Hollandse vogel waar je er steeds minder van ziet. En dan kan je je schouders ophalen en denken, nou ja, ik kan er niks aan doen. Maar dat is voor mij geen optie. En daarom ben ik de politiek ingegaan. En ik ben ontzettend trots dat ik nummer 4 ben op de lijst van Klaver. Want Klavertjes 4 brengt. Mooi gezegd. Dankjewel, Laura. En dan is het tijd om de laatste naam bekend te maken die nog onbekend was. Dat is op nummertje 3. Tom van der Lee. Niet dat Tom een onbekende is natuurlijk binnen GroenLinks. Hij zat de laatste 4 jaar zat hij al voor ons in de Tweede Kamer. En werd de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie naar de aardbevingen in Groningen. Tom, hallo. Je bent al lang actief voor GroenLinks. Help ons eventjes herinneren. Wanneer heb jij nou je eerste stappen ook alweer gezet binnen GroenLinks? Ja, dat was eigenlijk een maand na de val van de muur. Ik ben in december 1989 voor de Kamerfractie van GroenLinks gaan werken, die toen voor het eerst in die zomer was verkozen in het Nederlands parlement. Dus dat is al 30 jaar geleden. En ik heb, nou Dorrit noemde het al, de slogan knokken voor wat kwetsbaar is ooit bedacht. En wat ik de grootste verandering vind, is dat nu in de afgelopen 3 jaar heel erg veel mensen binnen en buiten Nederland zich realiseren hoe kwetsbaar ons klimaat is. De klimaatgeneratie is opgestaan. Je ziet dat we kansrijke voorstellen hebben gelanceerd die gerealiseerd worden. Ik mocht met Jesse de klimaatwet uit onderhandelen. We hebben de introductie van de CO2-heffing in Nederland mogelijk gemaakt. Die moet nog veel sterker, maar goed, het begin is er. En we zien in onze buurlanden een groene golf. Zusterpartijen die in de regering komen en nog krachtiger klimaatbeleid kunnen voeren. En ik wil dat met dit team voor verandering ook in Nederland gaan doen. En persoonlijk hoop ik inderdaad als voorzitter een succes te maken van de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. Heel goed. Nou, we duimen met je mee. Dankjewel, Tom. Ja, dan gaan we naar de nummer 2. De kandidatencommissie omschrijft haar als een vrouw met gezag, met natuurlijk leiderschap en een goed strategisch inzicht. Ze is ook hier en het is niemand minder dan Corine Ellemeet. Hallo Corine. Hallo. Ja, hoe voelt het nou om voorgedragen te zijn als de nummer 2 van GroenLinks? Het voelt heel bijzonder, zeker als ik al deze verhalen hoor van al deze mensen. Dit is natuurlijk een geweldig team. Ik vind het een enorme eer. En het is ook een hele grote verantwoordelijkheid. Dus ik heb er goed over nagedacht en uiteindelijk beslist, ik wil heel graag een stap naar voren zetten. En wat zie jij nou als de grootste uitdaging voor jou nu?
Het gaat om de verantwoordelijkheid die ik wil nemen met al deze mensen samen. Het gaat ook over onze partij. Hè. Ik wil dat onze partij een stap naar voren gaat zetten. En dat betekent voor mij en voor ons gaan regeren. Ja, spannend. Nou, we hebben een hele spannende tijd. We wensen je heel veel succes en we zijn heel blij dat je aan boord bent. Dankjewel. En dan hebben we natuurlijk ook nog de nummer 1 van de lijst. Geen grote onbekende. Dames en heren, Jesse Klaver. Jesse, goed je te zien. Ja, goed om jou weer te zien. Lang geleden. Ja, toch? Maar we pakken de draad gewoon weer op. Dit zijn ze. Dit is jouw team voor verandering 2021. Ja, fantastisch. Ja, te gek. Wat heb je tegen ze te zeggen? Hebben jullie er zin in eigenlijk? Ja. Nou, ik kan enthousiast zijn. Yes. Heel goed. Het ziet er mooi uit zo, hè? Ja, dit ziet er fantastisch uit. En ik vind het geweldig om jullie allemaal bij elkaar te zien. En jullie zijn, ja, jongens, de crème de la crème van onze beweging. Het is de bedoeling dat we jullie alle 40 straks terugzien in het parlement. Dat is waar we heel hard voor gaan campaignen. En dat zal heel veel gaan gebeuren achter de schermpjes waar jullie nu ook achter zitten. We gaan namelijk de grootste online campagne ooit bouwen. En daar zijn jullie de komende maanden keihard voor nodig. En daarna gaan we samen fantastische dingen doen in het parlement. Maar eerst die campagne. En GroenLinks heeft, normaal gesproken hebben we al gehad dat we in hele volle zalen stonden. Nu zal het allemaal online zijn. Maar met hen gaat het helemaal lukken. Maar vooral ook met jou. Want de mensen achter mij, dat is het topje van de ijsberg. Maar jij bent de basis van onze beweging. Samen met jou kunnen we ervoor zorgen dat we GroenLinks groter maken dan ooit. En dat is superbelangrijk. Niet omdat die blauwe stoeltjes zo lekker zitten. Zo lekker zitten ze trouwens helemaal niet, wil ik tegen jullie zeggen. Maar we doen het voor al die mensen in Nederland. We doen het voor de klimaatgeneratie. Wij zijn de laatste die klimaatverandering echt een halt kunnen toeroepen. Die ervoor kunnen zorgen dat de opwarming van de aarde niet zo ver gaat dat we het nooit meer kunnen terugdraaien. Wij moeten dat doen de komende 10 jaar. En ik denk aan al die mensen die ik nu spreek. Vorige week, Jody, ik belde hem voor het coronadebat. Hij is muzikant. Hij had 160 optredens in het jaar. Pats, boom, alles weg. Zijn partner heeft een inkomen, een klein inkomen. En zelf krijgt hij daardoor eigenlijk niks meer van de overheid. Hij moet in één keer naar de voedselbank. En terwijl we tientallen miljarden hebben uitgegeven om bedrijven te redden, laten we die ZZP'ers op dit moment in de steek. En dat kan niet. Dat moeten we veranderen. Het laat iets zien over hoe oneerlijk onze sociale zekerheid in elkaar zit. Maar we doen het ook voor al die kids die vorig jaar veel minder onderwijs hebben gehad. En kinderen die het thuis minder goed hebben, omdat ze misschien geen laptop hebben. Of misschien eentje die ze moeten delen met broertjes en zusjes in een lawaaiig huis waar je eigenlijk geen huiswerk kan maken. Die hebben onderwijsachterstanden opgelopen. En voor hen knokken we. Voor al deze mensen, voor het klimaat, willen we die verkiezingen winnen. Wil ik ervoor zorgen, samen met jullie, dat al deze mensen straks in de Tweede Kamer zitten. Maar daar hebben we jou bij nodig. Kom in beweging. Samen moeten we een online beweging maken die groter is dan ooit. Want alleen op die manier zorgen we ervoor dat, laat ik eens iemand noemen. Suzanne, waar zit je? Zwaai even. Suzanne, ja, daar. Dat Suzanne, met wie ik een paar jaar geleden nog in Zwolle op een podium stond. En waarin zij zei, dat vliegveld Lelystad, dat gaat er niet komen. Nou, keer op keer heeft zij ervoor gezorgd dat het besluit over dat vliegveld, dat is uitgesteld en uitgesteld. En bij haar moeten we de kans geven om ervoor te zorgen dat het er helemaal niet komt. En Kautar, waar ben je? Kautar, waar ben je? Zwaai? Ja, daar zo. Kautar. Nog niet in de Tweede Kamer, maar die ken ik wel van inderdaad die super regenachtige dag daar in Amsterdam. Waarin we met meer dan 40.000 mensen door de straten marcheerden om ervoor te zorgen dat we lieten zien, klimaatverandering is er. En we moeten daar echt iets aan doen. Dat heb je fantastisch gedaan. En haar moeten we de kans geven om nu in de Tweede Kamer datzelfde te doen. En Jeroen, waar is Jeroen? Kijk, Jeroen Postma. Je hebt misschien wel het beste verkiezingsprogramma van GroenLinks ooit geschreven. En dat is hartstikke mooi. En dat papier, dat moet je vooral lezen. Maar die gast, die hebben we nodig in de Tweede Kamer om ervoor te zorgen dat al die mooie plannen, dat het werkelijkheid wordt. Met andere woorden, je zit daar achter je toetsenbord, je zit nu te kijken. Kom in beweging, kom in actie. Want samen gaan we de volgende verkiezingen winnen en gaan we dit fantastische team een plek geven in de Tweede Kamer. Helemaal te gek, mooi gesproken. Heb je er zin in?
Yeah! Heel goed. Nou, prachtige lijst. Gefeliciteerd met deze mooie 40 mensen. En we zien elkaar veel de komende tijd. Zeker. We gaan er iets moois van maken. Absoluut. Alright. Dan dankjewel Jesse en ook dank jullie wel mensen thuis voor het kijken. Denk je nou van ik wil bijdragen aan de campagne en ik wil zorgen dat GroenLinks de grootste wordt? Dat kan natuurlijk. En meld je aan als online campaigner. Jesse had het er al even over. Dat kan via de website groenlinks.nl. En samen gaan we er alles aan doen om al deze kandidaten terug te zien in de Tweede Kamer. En voor meer informatie over de kandidaten kan je dus ook kijken op groenlinks.nl. En als je lid bent, vergeet dan niet om vanaf 14 november kan jij je voorkeurslijst doorgeven via het referendum. En kun je dus ook mee bepalen hoe de definitieve lijst eruit komt te zien. Voor nu zeg ik bedankt voor het kijken en we zien elkaar een volgende keer. Dankjewel.